dat dus. Ik ga uit huis en ik ben zo blij en ik vind het ook echt super spannend. En daarom heb ik ook gewacht met het vertellen aan jullie. Want ik wou zeker weten tot ik de sleutels heb. En die heb ik nu. En ik ga jullie heel snel meenemen naar de IKEA en naar de Limbakken. En ik ga unboxing video's doen. Ik ga een home tour maken. Ik ga van alles doen. En ik hoop vooral dat jullie het leuk vinden. Dat jullie er misschien iets aan hebben, tips en zo. Wat ik ook nog wil zeggen, ik had niet gedacht dat shoppen voor een huisje, appartementje zo moeilijk kan zijn. Echt, ik loop tot door de IKEA. Dit is leuk. En jullie zien dadelijk ook, oh, dit neem ik mee. Maar vervolgens neem je het echt niet mee. Want je ziet zoveel leuke dingen dat je gewoon de bomen door het bos niet meer ziet. En uiteindelijk zie je 10 leuke dingen en heb je er waarschijnlijk 2 van gekocht. Net als mij. Zoveel leuke dingen. Ik wist het gewoon niet meer. Maar ik weet het nu. Ik heb leuke dingen. Jullie gaan dat snel zien. Maar we gaan nu eerst zien hoe ik het allemaal heb geshopt. Dus kijk vooral verder en ik hoop dat jullie het leuk vinden. Oké, 3 kraaien. Herkennen jullie deze parkeerplaats? Waar ben ik? Herkennen jullie dit? Dit is de IKEA. Boven de eettafel. Ja. Alles is zo leuk. Ik kan er echt nooit kiezen. Dit is echt niet niks. Er is echt te veel. Te veel keus. Ik kom hier nooit uit. Maar dit is wel echt super schattig. Die dingetjes. Hangt wel scheef trouwens. Die stoel is ook best wel leuk. Ja. Gaat nooit passen. Ik wil deze bank. Ja, zoiets is best leuk in de badkamer. Ja, maar groter. Ja, maar het is toch best handig. Ja, is... Want je schuift het gewoon zo niet onder deze bank. Ja, en je hebt een bijzettafeltje ergens. Die past bij de tafel, deze toch? En dan vakjes erin. Oh, dat is wel ook handig. Oh. Maar wat doe je dus met je witte plankjes in de muur? Dit ook een beetje. Ja, het is een beetje grijs. Dus een beetje de grijs van de eetstoelen. Ik weet niet of ik hem heel mooi vind, maar... Want het kost hem. Nee. Die bank wel, hoe het toch, mam? Oké, zullen we deze uittesten? Oh, maar hij zit wel. Dat was niet die jij bedoelde. Ja, dit is wel die ik bedoelde. Nee, maar... is wel. Is wel die ik bedoelde. Ik bedoelde ik wel. Mama, jammer dat dit een heel stond. Mama beweerde dat dat de bank niet was die ik gezien had. Maar dat is hij wel. Het is alleen, ik wil alleen die grijze kleur. Maar dat is hij wel. Ik weet het zeker. Dit wordt mijn baan. Alleen de kleur nog even bepalen. Het wordt of die. Of die. Of het wordt die. In de millimeter. En we hebben stofstaaltjes meegenomen. Dan kunnen we de kleur gaan bekijken thuis. En dan gaan we nu verder. Yo. Dat is ook wel handig. Voor drinken op te zetten of zo, toch? Als je zo op de bank zit. En je wilt drinken en je wilt niet naar voren buigen. Dan kan je het ook gewoon dan hier op zetten. Nemen we die mee? Ja. Quanta okay. Costa. 500 euro. Nee, daar weet ik niet. Gratis. Gratis de product. Het zal van voor op de bak staan. En je wordt de proef bij de bank. Je wordt de proef bij de bank. Ruimte of heel veel rommel in. Maar als er dan drinken op staat, dan moet. Dan is het lastiger. Van die kleine kontjes kunnen er zo op als er veel mensen op bezoek komen. Of 4 of zo. Nee. Ja, nee. Hij is leuk, dan kun je wel lekker echt relaxen in de woonkamer. Maar. Ik vind die kussens ook gezellig eigenlijk. Ja, die kussens vind ik ook gezellig. Ik vind eigenlijk zo'n lichte bank eigenlijk ook niet verkeerd. Maakt het wel lichter en niet. Is het niet sneller vies? Ja, dat wel. Ja, maar is mooi dan? Donkergrijs ook. Weet ik niet. Het is wel beter bij de stoelen, maar dan moeten we even kijken met de stofstaal. Ik zal er nog 1 keer heen lopen. Ik neem jouw vlog even over. We zitten te twijfelen. Deze? Ja, die bank of deze kleur dan? Thank you.
Of die? Het is wel leuk. Ja, het is toch wel, ja. Ik denk dat het meer kleur heeft dan die. Dus die of die. Deze tafeltjes zijn er ook echt heel leuk bij. Ja, die zijn ook leuk. Maar die zijn 30. Het zijn 30 euro. Naast die poefzo. Ja. Even iets kijken. En dan een dienbladje met vaasjes hoor. Deze kleur wil ik in mijn huis. Een beetje. Zoiets. Dat vind ik wel gezellig. We gaan even hier kijken. Vind ik geweldig. Ja, in de hoek of zo. Ja, dat vind ik leuk. Ja. Je kunt er of dranken, een flesje drank opzetten met kaarsjes. Ja, of je kunt er kaarsjes opzetten. Of een bloemetje. Zo'n kastje wil ik eigenlijk misschien. Ik weet niet hoe groot de hal was. We hebben het over dit kastje. Wacht. Zo'n kastje dus, een half. Ik weet niet hoe groot het halletje was. Maar het is wel heel duur. Ik dacht dat het duur was, denk ik. En misschien wil ik een vloerkleed bij de bank. Dit is die bank. Maar dit is niet mijn kleur. Ik wil lichtgrijs, denk ik. Mijn lamp is zwaar irritant. Wat willen we? Ja, dat vind ik dus echt heel leuk. Maar kan dat bij mij in de keuken? Ja, hun hadden ook zo'n staan in de keuken. Ja, maar hun hadden het aan de kale muur. Hun hadden het aan de andere muur, niet de muur van de kastjes. Nee, maar de muur van de kastjes kun jij... Want wat heb ik hieronder? Tegels. Dat kan het ook. Ja, we moeten even kijken naar. Ja, maar je moet het... ik vind het wel echt leuk. Als je uit het huis gaat terugbrengen in de staat zoals het was. Ja, maar dan neem ik het mee naar mijn andere huis. Dus? En misschien zo'n ding of iets op de hoek waar hun het barretje hadden staan. Dat weten jullie allemaal niet, maar ze hadden daar een barretje staan in de keuken. Ja, maar daar kan je je koelkast op zetten. Nee, maar die zetten we toch aan de kant van de tv. Ga je die aan het verlengde zetten? Ja, dat denk ik wel. Ja, want daar kan ik wel ook een leuke... Weet die nu tegen de achterkant van de koelkast aankijken? Ja, maar ik kan hem zo zetten met de deur weer naar de kamer. Kan je een kleed eroverheen hangen? Nee, met de deur in de kamer open. Oké, wij gaan even dubben. Ik heb een knoflookstamp gevonden. Oh ja, deze dingetjes wil ik aan mijn muur. Zo'n lijstje, daar kan het er niet afvallen. Die wil ik ook. Mama. Hé, en daar zit een lamp in. Oh, daar hebben we erin gemaakt. Deze. Zo, ik wil van die railsjes aan de muur zo. Van die... Ja, wacht. We filmen het even. Kijk, ik wil dan van die paar plankjes boven elkaar. Man, leuk verspringen en... Omdat het een rand zit, valt het er niet uit. Ja, oké. Okay. Opschrijven. Weet je wat ik ook zat te denken, mama? Nou, vertel. Kijk, hier deze kast. Ja. Voor de tv. Nee, luister eens even. Ik luister. Zo'n kast wat hangt en dan iets hoger hangen. Dat ik daar, ik heb toch die poef van oma, dat ik een of twee losse poefjes erbij kan zetten. Gewoon voor de aankleding of zo. Oké, wij gaan dit even opmeten. Maar. En kijken. Maar. Kijk je even. Social. Je hebt wel gas, dus kan wel. Dit is echt, oh, ik vind het echt schattig. Dat kleurtje. Of wordt het deze vitrinekast? We weten het niet. Die andere is wel mooi, maar... Glas wordt ook wel veel poetsen, ja, denk juist, ik. Denk ik ook. Maar kan je dus iets aanhangen en dan de oven erop zetten of zo? En die klok. Dus dan kan je hier, weet ik veel, theedoeken aanhangen. Waar hangt die ding aan het plankje? Nergens. Nergens. Moet een snijplank? Deze? Doen we deze? Ja, ik weet niet of jij wil. Ja, toch? Daar hebben ze ook een set met meerdere. Ja, maar twee. Nee, daar vind ik, vind dit hout mooi. Oké. Okay. Tjoep, eerste ding is binnen. Wat moeten we nog meer? Dus een
lepelset. Ja, die zwarte. Afwasborsten hebben we ook al. Hebben we al. Een lepelset. De zwarte van de pannen te roeren. Pannen bestekken. Deze eetschaal is echt leuk aan die loper zo over de tafel heen. Ik denk dat ik die ga meenemen. Ja, maar zo'n lampen zijn echt wel... Die zijn leuk. Leuk. Ik ga kijken of je daar zo'n kampen. Gelukkig kunnen we de beddenafdeling overslaan en gaan we op naar het volgende. Hier, deze moeten we mee. Die moet mee opschrijven. We zitten even te dubbelen over deze kast. Die vinden we heel erg mooi. Wat doen we? Ik vind hem wel echt vet. En dan kan hier al mijn make-up in zo. Make-up stash. Kleren, sokken en zo. Nou, de kast hebben we gedaan. Ja, we hebben alle elementen genomen. En nu gaan we even pannenlepels en zo allemaal uitzoeken. En onderzetters voor de pannen. En dit lijstje verder afwerken. Want we moeten eigenlijk stiekem nog een hele hoop. Dus dat gaan we nu even doen. En deze afdeling is zo lang. Dus die gaan we nu lopen. En jullie zien dadelijk wat ik heb gekocht. Een sneak preview. We gaan nu glazen halen. Ik wil of deze drinkglazen. Of... Of deze. Maar dan denk ik dat ik de eerste mooie vond. Dat zijn die 5 euro. Ja. De ogen 5 euro 6. Per, ja. Deze vind ik ook leuk. Beetje een oranje waasje. Deze heeft een beetje zo'n rosé gloedje. Is ook leuk. Nou, we hebben een paar nodige spulletjes gehaald, want we zitten tegen sluitingstijd aan. Dus we moeten gaan opschieten, want we moeten nog 1, 2, 3, 4, 5 pakketten hier uit de stellingen halen. Okay, dus wij gaan even onze spierballen showen. En we gaan deze pakketten eruit halen. Dit was een blooper en hij stond er helaas niet op, maar we zaten net naar een artikelnummer te zoeken. Zitten we gewoon in stelling 1, terwijl het is een stelling 3, vak 40. Hier moeten we dus gewoon zijn, maar het zijn die onderste, dus die gaan we nou 5 tillen. Hier, spierbalman. Op naar de kassa. Wie komt op deze kar duwen voor mij, jongens? Oh. Het is gelukt. 6 pakketten of 10 pakketten zit erop. Ik denk dat het meer kast is als huisspullen. De meeste huisspullen ga ik nog halen. Ik ga eerst de basisspullen inrichten en dan ga ik het leuk inrichten. Dus we beginnen met de basis. De bank is goed gekeurd. De bank is goed gekeurd. Duimen dat die past. Ja, duimen dat het past, maar die past. Gaan we op het volgende ritje de bank halen. Ja, volgende ritje, deel 2, wordt de bank en de rest. En bouwpakketten. En lampen en bouwpakketten. Nu eerst even afrekenen. Weer een hoop lichter. Zo, dat was de IKEA tour, de shop tour. Kasten maakten vooral mijn portemonnee lichter. Ja, dat was de grootste aankoop. Verder heb ik dan de glazen gehaald. Iets voor op de badkamer, de handdoekjes, wc-matje, theedoekjes voor in de keuken, wat bestek om mee te koken. Ik ben nog naar Action geweest, naar Leenbakken geweest. Daar heb ik de rest allemaal gehaald. Ga jullie nog zien. Blijf vooral even kijken. En wil je nou mijn video's als eerste zien? Doe dan even abonneren. Link staat hier in mijn beschrijving. Doe ook even een duimpje omhoog als je het leuk vond. En tot de volgende keer.